Het Van der Valk Hotel Tiel is al sinds jaar en dag een bekend stukje Tiel. Maar sinds kort vinden er ingrijpende verbouwingen plaats. Er wordt zelfs een hoteltoren langs de A15 gebouwd. Tiel krijgt een nieuwe horizon. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal en wat gaat er veranderen? In Op de Hoogte geef je wekelijks een uniek kijkje in de keuken bij Nederlands leukste en meest gastvrije horecafamilie. We zijn er op dit moment op 52 meter hoogte op het dak van de Skybar. Het hoogste punt om nabij van het hele gebouw. Hierboven zitten nog een aantal vloeren met techniek. En ik heb vernomen dat er nog een dakterras gemaakt gaat worden. Dus dat wordt nog interessanter dan alleen de Skybar. Veiligheid staat bij Dure Vermeer erg hoog in het vaandel. Heel specifiek voor dit project. Belangrijkste onderdelen daarin zijn toch wel de enorme hoogte waarop we zitten. Vrij complexe gevel. En ja, dat zijn toch wel dingen, daar is in een vroeg stadium erg goed over nagedacht. Van hoe krijgen we nou alle mensen veilig boven en dat ze daar hun werk kunnen doen. Vandaar ook dat hij rondom in de hefstijger staat. Voor de rest, veiligheid specifiek. Wat hier bijzonder is, is dat je met partijen te maken hebt die niet onder eigen contract staan. Dat maakt het wat lastiger om de mensen te sturen. Maar met het samenkomen 's ochtends om 9 uur en elkaar op elkaars verantwoordelijkheden wijzen, krijgen we toch de neus wel aardig dezelfde kant op. Op dit moment werken hier circa 70 man. Waarvan ik denk 50 in de gevel en alles wat met de ruwbouw in de gevel te maken heeft en waterdicht maken. En een man of 20 schat ik zo in de afbouw. De nieuwbouw van Hotel Tiel is een immens project. Naast alle technische aspecten, bouwvoorschriften en vergunningen komt straks ook nog de invulling aan de binnenzijde van het nieuwe pand. Dit wordt het nieuwe paradepaardje van de Van der Valk-keten. Maar zoals je zelf ook zal begrijpen, zo'n proces gaat niet vanzelf. Ja, wat we zelf al zeggen, het is gewoon een levenswerk. We zijn hier vanaf 1982 bezig. En we zijn ongeveer 13 jaar bezig geweest met het maken van nieuwe plannen. Dus als je 13 jaar doet over nieuwe plannen, ja, dan worden het wel natuurlijk hele mooie plannen. Even terug naar de oorsprong. Hoe begon het allemaal? We zijn eigenlijk begonnen als wegrestaurantketen. Later zijn hotelkamers bijgekomen en conferentiezalen enzovoort. Maar de basis was natuurlijk wel het wegrestaurant verhaal. En vanuit SER hebben wij altijd gezorgd dat de automobiliers bij ons ook goed verzorgd wordt. Nou, en daar hebben we hier gekozen voor een tango station. En inmiddels, als we een beetje naar rechts kijken, dan kun je zien dat we hier ook inmiddels een hele mooie carwash wellness geplaatst hebben. En onze gasten kunnen dus tijdens de lunch, diner, hun sleutel afgeven bij de receptie. En dan is de auto keurig netjes schoon op het moment dat, dat de lunch klaar is. En wat verandert er allemaal nog meer aan Hotel Tiel? Wat je daar ziet is die witte daken boven het woord Hotel Tiel. Die witte daken die gaan allemaal verdwijnen. Aan de rechtse kant zien we de luifel van de nieuwe entree van de fitness. Nou, dat betekent dat we die luifels overal helemaal rondtrekken. Alle witte punten gaan eraf. De schuine kappen gaan eraf. Het wordt veel moderner, veel strakker. En voor mij ook veel makkelijker om schoon te houden. En dat betekent ook veranderingen aan de binnenzijde van het hotel. We hadden 124 kamers. Die zijn nu niet meer allemaal operationeel. Er zijn er nu nog 91 operationeel. De overige kamers die worden herbouwd. En ook suites worden daarvan gemaakt. Mooie themasuites. In de toren krijgen we 119 nieuwe kamers. De helft ongeveer met bad en de andere helft ongeveer met douche. Ook single kamers krijgen we daarin. En op het dak komt een hele mooie penthouse, een skybar. Daarnaast komt dan beneden bij de entree een casino. En een hele mooie feestzaal, waarin we met oud en nieuw weer hele leuke parties gaan organiseren. Voor Tiel en omgeving natuurlijk. 18 boardrooms komen er op de derde etage voor de vergaderingen en, en ook voor feesten, ook voor bruiloften eventueel. We hebben een restaurant, een heel groot restaurant, een brunchrestaurant. Daarnaast krijgen we nog een à la carte restaurant en een kookstudio,
komt natuurlijk de sushihoek komt weer terug. En we hebben ook nog wat andere varianten die op het restaurant aansluiten. Die we ook als thema of als specialiteit gaan neerzetten vanaf juni ongeveer. De verbouwing is een enorme onderneming, zeker als je bedenkt dat het hotel gewoon open is. We hebben een groot gedeelte van het gebouw aan de voorkant nieuw neergezet. Daartussen zit een hele grote ruimte met heringedeelde ruimtes. Je moet je voorstellen dat we alles strippen, dus alles gaat eruit, want tot de bodem wordt het helemaal kaal gestript. En dan gaan we dat volledig opnieuw opbouwen. En het oude gedeelte, de hotelkamers die aan deze kant liggen, die worden omgebouwd tot wellnesshotel, zorghotel, vitaliteitshotel enzovoort. Hotel Tiel wordt klaargemaakt voor de toekomst en met een groot hotel heb je ook meer medewerkers nodig. Wij zitten nu op een kleine 80, 82 medewerkers. Dat vertegenwoordigt ongeveer 40 FTE's. Daar gaan we flink op uitbreiden. We gaan hopelijk wel naar een 200 medewerkers in de toekomst. Dat zal ook gedeeltelijk parttime zijn. Ook natuurlijk fulltimers komen erbij. Op alle onderdelen, afdelingen moeten mensen bijkomen. Dus we gaan nu al met de werving starten. Er staan ook nu al wat advertenties voor ons, voor het management en op de hotelsite. Dus die zijn al te vinden, ook en de functieomschrijvingen daarbij. We zoeken natuurlijk enthousiaste mensen die gewoon het valk-DNA in het bloed hebben. En passie hebben voor horeca. Dat is wel heel belangrijk, dat je echt de dienstverlening optimaal wil neerzetten voor de gast die gaat komen. Want iedereen is hartstikke enthousiast. En we dragen dat nu ook al heel erg uit. Dat we gewoon heel erg gastgericht zijn en dat de gast bij ons centraal staat. Het nieuwe Hotel Tiel langs de A15 is met recht een levenswerk voor de familie. Natuurlijk moet je heel veel passie hebben om zo'n mooi groot gebouw neer te zetten. En ook een lange termijn planning maken met je familie, met je gezin, met je medewerkers. Want het is niet iets wat je doet over een periode van 5 jaar. Dit is echt een groot levenswerk geworden. En de eerste grote stap in het levenswerk van de familie van der Valk was afgelopen week het bereiken van het hoogste punt van de bouw. In het gezelschap van moeder Toos van der Valk vierde Gertjan, Elfie, kinderen en medewerkers samen met genodigden het hijsen van de vlag op de bijna 60 meter hoge toren. Een fantastisch moment. Ja, zeker. We zijn op het hoogste punt van het hotel. Met een fantastisch mooi uitzicht vanuit Skybar over Tiel. En over de Waal en over de Rijksweg. Het ziet er verschrikkelijk mooi uit hier. Corrie Vrij Oud-Ammerveld, wethouder van de gemeente Tiel. Een aanwinst voor Tiel, hè? Ja, zeker. Als ik over de A15 rij en ik zie hoe dit gebouw aan het worden is, dan ben ik er ontzettend trots op. Het is een fantastisch gebouw. Het is vandaag in alle opzichten een hoogtepunt. Hoogste punt bereikt van de Valk, maar ook het hoogste punt van Tiel bereikt. Want hiermee is de Maartenstoren qua hoogte overtroffen. Volgende week, aflevering 2 van Op de Hoogte. Waarin we de archieven induiken en kijken hoe het allemaal begon in het begin van de jaren 80. Met unieke beelden, maar ook opmerkelijke verhalen van toen. We zien hoe Tiel zijn eerste grote hotel kreeg en wat dat voor impact had op de regio. Maar ook kijken we gelijk vooruit naar hoe het straks gaat worden. Graag tot dan bij de volgende aflevering van Op de Hoogte.